het graf van de eerste vrouwelijke professor van de Rijksuniversiteit Groningen, Jantine Tammes, blijft en het wordt niet geruimd. Eerst leek het erop dat het graf op het Esserveld geruimd zou worden. Er stond een bordje op het graf dat de eigenaar zich moest melden. Henk Bakker, die stadswandelingen organiseert, onder andere op begraafplaatsen, zag dat bordje en hij schrok. In 1919 werd Tammes benoemd tot bijzonder hoogleraar in de erfelijkheidsleer aan de Rijksuniversiteit. Ik had hier afgelopen jaar een rondleiding langs graven van beroemde Groningers. En ik kwam hier ook langs het graf van Tine Tammes. En ik zag een bordje hierin staan dat de gemeente eigenaren zoekt. En dat verontrustte mij toch wel een beetje. Van, oh jee, wat gaat hier gebeuren? Zal er nog eigenaren zijn? En wat gebeurt er als er geen eigenaar wordt gevonden? Henk nam contact op met de gemeente. En toen vernam ik van, nou, als er geen eigenaren zijn, dan wordt mogelijk het graf te zijner tijd geruimd. Nou, dat zou natuurlijk hartstikke jammer zijn als zo'n graf van een beroemde Groninger geruimd zou worden. Dan, als het eenmaal weg is, is het voor altijd weg. De gemeente liet later weten dat het graf al in 1937, 10 jaar voor het overlijden van Tine Tammes, was aangekocht. Ik dacht, ik informeer bij de gemeente van wat er gaat gebeuren als er geen eigenaar is. En anders ga ik zelf op zoek naar eigenaren. En misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, wij willen wel de huur betalen. Bijvoorbeeld de studentenvereniging Vindicat, die ook een link hebben met deze vrouw, deze professor. Maar toen kreeg ik een nieuwe app van de gemeente. Het is een graf voor onbepaalde tijd, dus we gaan het niet ruimen. Het blijft hier gewoon liggen. Tine Tammes was een bijzondere vrouw. Geweldige vrouw natuurlijk, een beetje à la Aletta Jacobs. En zij was dan, ze is wat later geboren dan Aletta Jacobs, wel leuk eigenlijk. Aletta Jacobs ging studeren, toen werd zij geboren. En zij was na haar studie aan de Rijksuniversiteit in Groningen de eerste vrouwelijke professor hier in de stad Groningen aan de Rijksuniversiteit. Nou, dat is natuurlijk een hele prestatie, want in die tijd was het heel apart om te studeren voor vrouwen. Dat ging allemaal niet zo makkelijk en dat was beslist niet vanzelfsprekend. Bakker pleit voor een lijst met begraafplaatsen van bijzondere Groningers. Het zou heel mooi zijn. Er liggen ook op de Zuiderbegraafplaats heel veel beroemde Groningers. Soms heel bekend, soms minder bekend. Het zou eigenlijk ook mooi zijn als er een lijst van is waar al die namen op staan, zodat die graven makkelijk gevonden kunnen worden en ook gekoesterd kunnen worden.